Dit was de outfit van vandaag. Leuk aan het spelen. Hey. Nou, Lynn, kennen jullie inmiddels? Hallo! Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe week van BalanceHelp.nl. Dit was de outfit van vandaag. Met dit truitje. Voor het eerst dat het zijn broekje maat 56 aan heeft. Maar ik vond deze zo leuk, dus die zal wel een beetje groot zijn. Maar we zullen zien. Zoals jullie horen is er iemand wakker. Dus ik zal eens gaan kijken. Ik zal wel dorst hebben. Hé, hey, meisje. Ja, is die honger? Nou, Lynn, kennen jullie inmiddels? Hallo, is weer op bezoek. Dit is de voetgangerspad. We zijn aan het wandelen. Lot ligt te slapen in de wagen. En we gaan naar de prenatal even neuspray halen. En als alles dan goed gaat, gaan we bij Leurs nog even koffie drinken. Gezellig koffie drinken. Lot staat bij Lynn. Persimmonte en ik heb een grote cappuccino. Dan moet Lot even bij mama liggen, hè? Ja. Nog steeds piek in de kamer. Lot! Draai weer langere kangos. Ja, tuurlijk. Want als tante is persen, dan is dat wel leuk. Hey. Ah! Ik ben een poepen, zeg maar. Dus je schoon. Dan de strijkels ook nog maar eens. Lot ligt nu lekker in bedje te slapen, dus ik heb even zo'n 2-3 uurtjes slaap ze meestal. Heb ik nu tijd om even rustig aan te doen en ook wat huishoudelijke dingetjes te doen, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Dat doe ik altijd graag met een serie en een lekkere kop koffie. Ik ben nu aan de Gossip Girl begonnen. Wat een lieve vent heb ik, hè? Ik heb echt de liefste man die er bestaat. Ik zal jullie even laten zien wat ik gekregen heb. Dus vandaag natuurlijk Valentijnsdag. Kijk nou hoe schattig. Super mooie foto van Lot. Van Lot en mij samen. Deze vind ik echt super cool. En een kop warme chocomel. Die ga ik dadelijk dus natuurlijk meteen opdrinken als Vanja zo thuis is. Nou, goede dag vandaag. Dus vandaag woensdag. Lot ligt in haar wiegje. Naast me te slapen. En het is inmiddels al 5:30, van je komt zo thuis. Ik praat een beetje zachtjes omdat Lot aan het slapen is. Ik probeer het niet bewust zachtjes te doen, want ja, dag en nacht ritme. Het is overdag, dus. Maar het was nogal een hectische dag. Ze heeft niet zo heel veel geslapen. Ze heeft moeten spugen. En de hele Puka baby die zat onder. Dat is een doek waarin ze ingebakerd ligt. Want ze is nogal onrustig met de handjes en dan slaat ze zichzelf elke keer wakker. Dus de Puka baby is een soort slaapzakje waarin ze niet helemaal vast ligt. Dus ze kan haar armpjes nog gewoon goed bewegen en haar beentjes ook. Maar ze kan niet hoger dan haar schouders, zeg maar. Dus ze kan niet in haar gezichtje. En sinds we dat ding hebben, slaapt ze een stuk langer. Dus ze slaapt nu 's nachts zo'n 5, 6, 7 uurtjes in plaats van om de 3. Maar die had ze dus ondergespuugd. Dus die heb ik meteen in de was gegooid. En dat duurde natuurlijk een hele tijd voordat die weer helemaal schoon was, droog was. Dus tot die tijd ja, heeft ze geslapen, maar heel lichtjes. En had ze ook wat last van krampjes en het overstrekken. En dat was gewoon heel erg zielig om te zien. Dus sinds de Puka baby weer helemaal schoon is, heeft ze die weer aan. En ze slaapt als een roosje. Dus misschien een tip. Voor ons is het echt een oplossing. Vanja komt zo thuis. Ik heb wel best wel wat kunnen doen sinds Lot slaapt. Daarvoor eigenlijk helemaal niet. Ze had vandaag trouwens ook, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Ze had haar eerste, ja niet haar eerste spuitluier, want dat heeft ze al vaker gehad. Maar maatje 1 wordt bijna te klein. Het zijn nu de laatste luiers en dan gaan we over op maatje 2. Maar het kwam dus helemaal aan de zijkant eruit, bovenkant eruit. Heel de rompertje zat onder, heel de pakje zat onder. Dus nou ja, dat was nogal een uitdaging. En schone kleertjes natuurlijk weer aan, even een badje gedaan en gewassen. En wat was ik nou aan het vertellen? Oh ja, sinds de slaap heb ik wel wat aan mijn blog kunnen werken, Ik heb weer een artikel van samenwerking heb ik online gezet. Dus die is klaar. En de eerste weekvlog staat inmiddels op YouTube. De tweede heb ik zojuist geëdit. Dus die is zo goed als bijna klaar. Dus ik heb nog wat innerwerk te doen. Maar dat gaat heel erg goed.
De vlogs zijn wel nog wat korter, merk ik. Dus ik kom op zo'n 6 minuten uit, was de eerste week vlog. En de tweede nu is rond de 10 minuten. Terwijl ik normaal altijd vlogs van makkelijk 20 minuten heb en ook moeite moet doen om ze onder de 20 minuten te houden. Dus daar moet ik nog even aan denken om ook genoeg te vloggen. Maar het is een beetje lastig, want ik heb het idee dat ik elke keer hetzelfde aan het vloggen ben. Dus eten, drinken voor haar dan, verschonen, badje, slapen. En tussendoor probeer ik wat te werken en af en toe proberen we een uitstapje te plannen. Of loop ik een keer naar de prenatal of ga ik naar de supermarkt of ga ik bij familie op bezoek of komen er mensen op bezoek. Dus het voelt voor mij een beetje als herhaling, maar ik hoop dat het voor jullie even goed leuk is om te zien. Ik heb de bouncer trouwens even op bed gezet. Ze gaf straks wat voeding terug, dus dan kan ik haar daar in elk geval heel even recht op inzetten zodat de voeding een beetje kan zakken. En tussendoor kijk ik af en toe een serie van Gossip Girl. En ben ik dus met mijn laptop aan de slag. Mijn vlog aan het editen. En ik heb ook al andere week vlogs van vloggers gekeken die ik volg. Straks heb ik Lotte bedje opgemaakt. Dus hier heb ik elke keer als ik dan vanuit bed werk. Spuugdoekjes en een washandje liggen voor als ze gaat drinken. En dit is het bedje dat ik nu heb opgemaakt. Met haar knuffje wat ze van tante Lynn heeft gekregen. En hier is nog een superleuke, die roze. En die witte tuttle die zat in de Kiekeboe box van de Plus. Dus nu lekker aan het slapen. Die roze tuttle had ik van papa gekregen en van Millie gekregen. Die zat trouwens bovenop de luiertaart die we met de babyshower hebben gekregen. De man is weer thuis. Hey. Waarvan je kan super lekker koken. Wat is het? Een salade met biefreepjes? Ja. Pijnboompitten, tomaatjes. En teriyaki. Teriyaki saus en sla. Papa en Millie zijn nog op bezoek. Zit er op zijn shirt. First National Bank. Dad. Ja, pap. Jeetje net van de zwangerschapsshoot. Goedemorgen, productief dagje vandaag. Lot ligt niet te slapen, heeft net gedronken. En ik heb al gepoetst, ik heb al een vlog online gezet. Ik heb gedoucht. Ik ben helemaal klaar, mijn outfit. En Vanja is vandaag wat later thuis, dus ik moet vandaag voor mezelf koken. Die heeft van het werk iets. En we willen vanmiddag dus super lekker weer, dus ik wil vanmiddag heel even gaan wandelen. Ik denk dat ik even naar de supermarkt loop, moet ik nog wat dingetjes halen. En dan zijn we toch even buiten geweest, dus dat vind ik altijd wel prettig. Wow, het is echt super lekker weer. Ik heb net boodschappen gedaan. Handig zo'n boodschappenmand. Vak onderin, hoef ik niks meer te tillen, ideaal. Ik loop nu wel langzaam richting huis, maar ik ben nog een beetje aan het twijfelen, want het is zo lekker weer. Misschien dat ik nog wel een extra rondje ga lopen. Lot ligt lekker te slapen. Die geluiden maakt ze altijd in dat slaap. Daarom is die poekababy dus zo handig. Die heb ik volgens mij al eens laten zien, anders zal ik hem nog even filmen thuis. Ze is een soort slaapzakje, omdat ze dus super onrustig is, zoals je ook nu ziet. Dan gaat ze met de armpjes slaan en dan slaat ze zichzelf wakker. Goedemorgen, middag inmiddels alweer. Het is vrijdag en ik ben alweer op pad. We komen net van Leurs af. Ik zie dat hij niet helemaal scherp stelt. Ja, we zijn net bij Leurs geweest met Hanna, Tessa en Inge, de schoonzussen en een vriendin. En de kindjes. Daar hebben we lekker koffie gedronken en ik ben nu op de terugweg. Ik ben daar weer helemaal vergeten te filmen. Het is alweer zondag. Ik heb gisteren helemaal niet gefilmd. We hebben gisteren echt een rustige dag gehad. Lotte heeft 8 uur geslapen achter elkaar door. Van 9:45 tot 6:15 ochtends. En daarna heeft ze gedronken een half uurtje. En daarna heeft ze weer dik 2,5-3 uur geslapen. Dus dat was echt, we waren helemaal uitgerust. En 's middags hebben we nog een feest gehad van mijn oom en tante. Die waren 40 jaar getrouwd. En daar heb ik eigenlijk verder niet meer gefilmd. We hebben Lot gewoon meegenomen en dat ging hartstikke goed. En s'avonds hebben we nog rustig aan een beetje op de bank gezeten. Kaarsjes aan en Netflix gekeken. Nu is het zondag. We krijgen vandaag nog kraambezoek. En voor de rest hebben we een beetje een chill dag. Er is ook familie die komt. Dus ik heb eigenlijk gewoon mijn joggingpak aan. Of mijn joggingbroek aan en een lekkere trui aan. Vanja gaat zo boodschappen doen. De weekboodschappen, dat moet nog. En zoals je ziet staat de was er nog. De strijkwas staat er nog. En ik wil dus een klein beetje nog gaan opruimen, stofzuigen. En dan krijgen we visite. Het kraambezoek is weer weg. We hebben echt super leuke cadeautjes gekregen. Kijk die sokjes.
Die hebben we al in het oranje en die zijn echt heel klein. Dus die passen heel erg goed. Dan hebben ze nu ook in het roze. Nog twee rompertjes. En dit zijn rompers zonder mouwen. Dat vinden we echt zoveel fijner. In het begin moet ze lange mouwen, omdat het anders veel te koud is allemaal. Maar lange mouwen over lange mouwen vind ik wel lomp. Dus dit is echt super fijn. Deze, hier hebben we de XXL doek van. Die heb ik in een vorige vlog al een keer laten zien. En of in deze vlog, weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Nou ja, die hebben we in elk geval in een hele grote doek. Super fijn. Maar je refieldoeken, die kun je dus echt niet genoeg hebben. En nog een slabbertje met gaaf erop. Ook super leuk. En nog een kaartje hebben we ook nog gekregen. Nou, het hele huis is inmiddels gedweld. Lot is super lief in de box lopen spelen. Spelen. En dus ik heb het hele huis kunnen dweilen. Echt super chill. Zoals je ziet heb ik daar mijn laptop staan. Ik ben inmiddels even aan mijn blog bezig. Ze heeft net gedronken en heel even bij me geslapen. Ik wilde er eigenlijk een bedje leggen, maar ze lag zo lekker. Ik denk even knuffelen. Het ligt nu lekker in de box weer te spelen. En ik ga even een kop koffie maken en dan ga ik aan mijn vlog beginnen. Want die moet natuurlijk nog geëdit worden. Ja, best echt leuk aan het spelen. Hé, hey. Gezellig hè? En dan geef ik me door met water. Ik drink gewoon echt te weinig, dus daar moet ik even op letten. En zo'n bidon helpt me dan om wel te drinken gedurende de dag. Ik blijf vandaag trouwens de hele dag thuis. Vanavond komt Vanja's zus wel nog even langs voor een coachingsgesprek van Herbalife vanuit ons team. En we hebben nog een Zoom meeting. Maar ik blijf wel de hele dag gewoon thuis. Oma komt zo nog even op bezoek, dus mijn moeder komt even op bezoek. Maar ik heb besloten dat ik een make-uploze dag heb vandaag. Ook wel eens super lekker. Geen rotzooi op je gezicht, om het zo maar te noemen. Dat voelde altijd wel even fijn. Dus dat laten we vandaag gewoon zo. Oh ja, Lot had gisteren trouwens haar eerste echte lachje. Sinds morgen is ze 6 weken. Dus rond die tijd schijnt dat te komen. En ze had wel al vaker van die lachstuipjes. Super schattig, maar niet dat ze je echt aankeek en echt ging lachen. En gisteren was het in één keer daar en Vanja was op tijd. We hebben daar gewoon foto's van, dus dat is super leuk om te hebben. En echt zo schattig, nou ja, dan smelt je gewoon helemaal. Daar zitten we dan. Radio aan. Lot ligt in de box te spelen. Lekker kopje koffie erbij. En bloggen maar. En oma is op bezoek. Is dit nou weer, hè? Hey, jongens. Kijk, dat kapsel, joh. Is dit geweldig, hè? Hey. Dit is gezellig. Ik moet kijken, hè? Wie is dit toch? Ja. Moest je me wat vertellen? Wie zal... Mama is inmiddels weer weg. Die heeft even met Lot geknuffeld en ze viel in slaap op schoot. Lot heeft verder weer gedronken. En omdat oma hier was, dus mijn moeder hier was, kon ik even snel de was doen. En nu gaan we die berg nog opvouwen. En Lot ligt weer even lekker in de box. Papa komt zo meteen alweer thuis en dan gaan we koken. Vandaag zalm. Lottetjes. En rijst. Nou, we hebben een chill avondje vanavond. We hebben lekkere lumpia's. En we kijken een serie Grand Hotel. Dus bij deze ga ik de vlog ook afsluiten. Morgen begint er weer een nieuwe vlog. Wil je ons volgen op Instagram? Kun je wat meer achter de schermen zien? Dan moet je even volgen @balanceyourheld. En je kunt ons natuurlijk ook via onze blog volgen. Balanceyourheld.nl. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!